Welkom. Anne Vervoort, de voormalige zangeres van de succesvolle Belgische dancegroep Milk Inc., is in de nacht van donderdag 22 april overleden. Eind jaren 90 stond Anne aan de top van de Belgische muziekscene. Zo maakte ze samen met Reggie Pengsten Milk Inc. groot. Je kijkt naar onze special over Anne Vervoort. Anne Vervoort was oorspronkelijk grafisch vormgeefster. Ze danste voor Pat Crimson alvorens ze in 1997 door Reggie Pengsten werd geïntroduceerd als zangeres van Milk Inc., toen nog Lavage. Het begon voor Anne allemaal met het nummer Free Your Mind, een nummer dat op zich niet veel deed, maar in 1998 al werd opgevolgd door Inside of Me, een grote hit in de clubs. In datzelfde jaar deed Milk Inc. een tour langs een elftal Zuid-Afrikaanse clubs. Ze werden bekroond met een gouden plaat voor Lavage. Met het nummer In My Eyes vond de groep een nieuwe stijl, waardoor ze onmiddellijk werden opgemerkt door het grote publiek. Het commerciële succes was aangebroken voor Anne en Reggie. De single ging maar liefst 40.000 keer over de toonbank, ging goud en bracht hen een Donna Award op. Hier zie je hun performance tijdens 10 om te zien in 1999. De trein van succes was vertrokken. Anne Vervoort en Reggie Pengsten stonden aan de top van de Belgische muziekscene. Hun eerste album, Apocalypse Cow, verscheen in april 1999 en was onmiddellijk ook in België de bestverkopende dance-cd van dat jaar. Al snel volgden hits als Promise Me en Oceans, uitgeroepen tot zomerhit van 1999. Oceans. Clock in the evening, the phone
as clouds embrace the moonlight, I still think of you as the sun touches the ocean. I know it touches you as clouds embrace the moonlight. I still think of you. Ondertussen toerde de groep ook in het buitenland en kenden ze successen in Spanje en Australië. Eind 1999 mochten ze de TMF Award in ontvangst nemen voor beste dance act nationaal. In 2000 kende de groep dan een voor hen nog nooit eerder gezien succes. Met de release van Walk on Water hadden ze direct een nummer 1 hit te pakken in eigen land en een jaar later nogmaals in Nederland. Ook de rest van de wereld wist het nummer te smaken. Come on, put those hands up, come on! Hands up, hands up! I will walk on water just to be with you. Walk on water just to be with you. Split the ocean, cross the sea. Walk on water, you believe. Break down. Een kleine shock werd gevoeld toen op een hoogtepunt zangeres Anne Vervoort de groep verliet om samen met haar vriend Pat Crimson naar Ibiza te trekken. Anne had genoeg van de drukte en wou een gezonder leven gaan leiden. De twee richtten er het platenlabel Benimusa op. Na de breuk met Pat nestelde Anne zich terug in Limburg om een leven te leiden uit de schijnwerpers. Ze ging aan de slag als winkelbediende. In de nacht van donderdag 22 april stierf Anne in haar woning in Houthalen-Helchteren. Ze werd 33. Thank you.